Goeiedag, welkom in de studio. Ja, dus een ruim actualiteitsdebat opnieuw. Deze keer over onderwijs. De regering wil taaltesten invoeren voor kleutertjes van 5, 6 jaar. Dus wanneer ze naar de lagere school gaan, om hun kennis van het Nederlands te testen. Wanneer ze daar niet goed op scoren, kan er ingegrepen worden met nascholing of zelfs taalbadklasjes. Ik spreek erover met Koen Daniels van N-VA. Goedemiddag. Goedemiddag. En trouwens parlementslid, commissie onderwijs ook, maar zelf ook pedagoog en leerkracht geweest in PSO, TSO. Klopt. Onderwijs, 1 op de 5 gezinnen, daar is de thuistaal niet meer het Nederlands. In hoeverre weegt dat op het werk van de leerkracht en op de klas? Wel, dat weegt eerst en vooral voor die leerling zelf, want ja, onderwijs is heel talig. Elk vak in onderwijs is Nederlands. Nu, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, vraagstukken, dat is Nederlands. En als je als leerling niet dat Nederlands heel goed beheerst, ja, dan mag je nog zo'n knappe bol zijn. Dan bollen er wielen af in je onderwijscarrière. En dat is ook de reden waarom dat in de populatie leerlingen die ongekwalificeerd uitstroomt, die dus geen diploma secundair onderwijs heeft, dat daar de achter leerlingen die het thuistaal niet Nederlands hebben, die het Nederlands onvoldoende machtig zijn, ja, dat is gigantisch groot. En ja, ik moet aan niemand uitleggen dat als je in Vlaanderen zonder diploma op de arbeidsmarkt komt, ja, dat gigantisch moeilijk wordt. Hè. Ik hoor ook collega's van de oppositie zeggen, we hebben te weinig kleur in de aulas in het hoger onderwijs. Ja, dan moeten we zorgen dat ze goed Nederlands kunnen, want dat is de ene kant. En langs de andere kant, wat u terecht aanhaalt, als leerkracht, doe het maar. Hè. Het is niet zo dat je het uitlegt ene keer in het Nederlands en dat al uw leerlingen mee zijn. Beeld u nog in dat ze allemaal Nederlands kunnen. Dan nog zijn ze die allemaal mee. Maar daarnaast had je ook nog het M-decreet, wat we deze legislatuur ook gaan afschaffen, maar ook nog die kinderen die geen Nederlands kunnen. Ja, op een bepaald moment stopt het voor die leerkracht en zien we leerkrachten uitvallen. U verwijst naar oppositie. Daar willen ze uiteindelijk hetzelfde, gelijke kansen voor alle kinderen. Absoluut. Dat begint ook met een gelijke taalkennis. Ja. Maar, en ik ga even weg van de test, de screening op zich, die over heel Vlaanderen net overschrijdend moet zijn, maar over de remedie. Er was wat onduidelijkheid over de optie van een taalbadklas of een taalbadjaar. Een jaar zou betekenen dat je iemand uit de gewone schoolloopbaan ligt en een jaar lang in een intensieve cursus Nederlands laat volgen. Is het dat of is het een klasje aanvullend, af en toe. Ja, eigenlijk, de minister heeft gezegd, een hoop geneuzel. Ik ben het er eigenlijk wel mee eens. Waar zijn we nu eigenlijk over aan het spreken? 1. De doelstelling is al dat we iets gaan doen met die screening. En dan komt de vraag, wat doe je daar dan mee? Wel, we hebben eigenlijk gezegd, we gaan daar een taalintegratietraject. Dat kan dus in de klas waar de leerling in zit, want de ene leerling is al veel meer mee dan de andere. Dat kan ook een taalbadklas zijn, en dat kan in de klas zijn, maar dat kan ook in de school. Een taalbadklas in de zin dan van een klas die aanvullend is op de gewone schoolloopbaan, na school. Misschien wat mensen kennen is, wat we vroeger hadden, de taakleraar. De taakleraar die met een aantal kinderen intensief gaat proberen werken. Ik heb het zelf mogen zien in Beltzele in een school. En die kinderen vonden dat goed, want eigenlijk de remming viel weg. Want de collega die naast u zat, die kon ook geen perfect Nederlands. En dus dat gaf minder remming om te spreken en te proberen om die moeilijke taal, wat het Nederlands toch is, om die onder de knie te krijgen. En hoe lang duurt dat? Ja, tot zolang dat het nodig is. Hè. Het is toch de bedoeling om te zorgen dat die kinderen, die gaan naar het eerste leerjaar, waar we ze gaan leren schrijven, leren rekenen, al die belangrijke processen. Ja, als je dan al niet mee bent met de taal zelf, dan maak je het eigenlijk bijna onmogelijk om daarin te slagen. En dan wil ik even gaan naar het uiterste of het paardenmiddel. Stelt dat iemand die 5-6-jarige dusdanig slecht scoort op die test Nederlands, waarbij zelfs zo'n naschoolstraject of aanvullend niet volstaat, moet je dan gaan werken naar aparte taalklasse jaren toe, dat men een jaar lang intensief een taalbad volgt, zoals nu ook sommige jongeren tijdens zomervakanties een taalbad volgen? Ja, dat kan. Het is een optie. Wat er vooral moet is dat er iets mee gebeurt met die taalscreening. We gaan dus niet een screening doen en dan zeggen, allee vooruit, veel geluk in het lager onderwijs, want dan weten we wat het resultaat is. Eigenlijk begrijp ik de oppositie niet. Die zeggen, ja nee, die moeten gewoon in de klas blijven zitten en die zullen dan het Nederlands wel oppikken van hun medeleerlingen. Wel, dat doen we nu al jaren en daarvan zeggen we, het werkt niet. En de oppositie zegt, we gaan hetzelfde verder doen. Want de kritiek is daar dat net de enige talige input die die kinderen zouden krijgen in zo'n klas, is van die leerkracht. Ja. Ze zijn intussen wel omringd door ook andere leerlingen die een andere taal spreken. Dus dat informeel taalgebruik, dat beoefenen ze dan niet. Uw analyse is juist in de veronderstelling dat je een klas hebt met 1 kind dat geen Nederlands spreekt en dan 24 andere kindjes die Nederlands spreken. Dan ga je inderdaad ook, want je kan niet anders.
Maar de realiteit, ik woon zelf in Sint-Gilles-Waas, de realiteit vandaag in Sint-Gilles-Waas, is dat in al die klassen, in al die scholen, er een grote concentratie zit aan kinderen die de thuistaal niet machtig zijn. Turks, Arabisch, Pools, Duits, Chinees, noem maar op. Dat is de realiteit vandaag. En dus met andere woorden, je gaat die screening doen, je gaat kijken, kan die mee, want daarover gaat het, hè. Gaat die kansen hebben in die lagere school om mee te kunnen of niet, of is het al foutu, ja, nog voordat we begonnen zijn. En dan gaan we kijken, doen we dat in de klas, doen we dat in een apart klasje, hoe lang gaat dat duren? Ja, bij de ene leerling zal dat 3 maanden zijn, bij de andere een maand. Ik heb leerlingen gehad die gigantisch snel oppikten. Bij nog andere leerlingen duurt dat tot een jaar, ja, dat kan. En gaan we misschien nog na school, ja, in het regeerakkoord hebben we ook die zomerscholen die u aanhoudt. Maar het kan zijn dat iemand in het, dan laat ik het daarbij, maar dat iemand in een extreem geval van achterstand een jaar lang een stukje apart onderwijs moet volgen, fulltime. Ja, dat wordt natuurlijk wat voorgesteld in de zin van, die komt 8:30 binnen, ja, in de taalklas en die gaat s'avonds 4:15 buiten uit die taalklas. Ja, dat is een heel extreme vorm, wat ik... die ik eigenlijk tot vandaag nog niet heb gezien, en een gans jaar lang. Maar de vorm zal nog moeten uitgewerkt worden. Ja, de vorm moet nog uitgewerkt worden, want dat zie ik wel in scholen, dat die bijvoorbeeld in de namiddag apart gaan, maar in de voormiddag in de klas zitten. Ja, ja, de namiddag is dan een taalbadklas, en je kan dat gedurende een jaar, ja, dat kan gedurende een jaar. Maar die leerlingen zijn wel op de speelplaats met andere leerlingen. Hey, dat wordt gedaan alsof we die op een bus zetten en ergens ver weg gaan voeren naar een andere plaats. Ja, nee, ik zou niet weten waar, we hebben altijd een gebrek aan capaciteit. Ik zou ook niet weten met welke leerkrachten. Nog een laatste puntje, want het gaat over veel maatregelen. Ja. Jullie verwijzen ook naar Frank van den Broeke, SPA, onderwijsminister, 14 jaar geleden, ja, die zo'n testen wilde invoeren, ja, bij de overstap naar het middelbaar. Jullie, ja, spreken nu over het slot tussen kleuter- en lager onderwijs, ja, maar je hoort bij oppositie, misschien is ook dat zelfs al te laat en moet je al gaan inzetten in de kinderopvang en in het kleuteronderwijs, daar, ja, in de klas die kinderen meekrijgen. Dat klopt, maar ik volg de oppositie niet goed als ze zitten roepen en tieren over, ja, die een test is schandalig en als die kleuter een slechte dag heeft, gaat dat een slechte test zijn. En dan vervolgens, vijf, zes jaar stellen wij voor, en dan vervolgens gaan ze zeggen, ja, we moeten die een test vroeger doen. Ja, een 3-4-jarige die gaat niet noodzakelijk beter en wakkerder in de klas zitten dan die 5-6-jarige. Plus, we willen ook kinderen de kans geven om in dat kleuteronderwijs ook Nederlands op te pikken. Want anders ga je puur kijken naar de thuissituatie en niet alleen van wat heeft dat kind al opgepikt. Daarover gaat het. En een laatste punt is, we hebben de leerplichtleeftijd verlaagd naar 5 jaar. Ja. Ja, op 5 jaar hebben ze allemaal. Daarom gaan we ze dan doen. Als we het op 3 of 4 jaar doen, diegenen die niet komen, die hebben we niet, die zien we niet, die blijven van de radar. En meestal zijn dat diegenen waar er toch wel problemen mee zijn. Ja, oké, dankjewel, meneer Daniels.